Dit filmpje gaat over professionalisering. Sociale partners hebben in de CAO 2014-2015 afspraken gemaakt over professionalisering. En die professionalisering bestaat uit twee soorten. De individueel bepaalde professionalisering en de opgedragen professionalisering. En beide bestaan uit individuele scholing en teamscholing. En het verschil tussen deze twee soorten professionalisering is dat individueel bepaalde professionalisering echt de werknemer uitmaakt hoe die zich professionaliseert. Volgende sheet. We hebben afgesproken dat er 2 uur per week beschikbaar is voor professionele ontwikkeling en dat deze ontwikkeling de eigen keuze van de medewerker is, die gericht is op de vastgestelde bekwaamheidseisen. Dat zijn de pedagogische, didactische en vakinhoudelijke bekwaamheid. Wanneer een werknemer werkt aan zijn professionele ontwikkeling, doet hij een overleg, stemt hij af met zijn werkgever. En dat kan 2 uur per week zijn, maar dat kan ook in een hele dag zijn of in een hele week. Daar moet overleg over zijn. En het gesprek over de professionele ontwikkeling vindt plaats in het kader van de gesprekscyclus. Werknemer en leidinggevende spreken over de gewenste professionele ontwikkeling, welke faciliteiten daarvoor nodig zijn en wanneer de ontwikkeling plaatsvindt. En dat gesprek wordt ook gebruikt om er achteraf verantwoording over af te leggen. We hebben ook afspraken gemaakt over een budget voor professionele ontwikkeling. En dat bestaat eruit dat er op schoolniveau sprake is van een teambudget voor professionele ontwikkeling. En dat budget is samengesteld door het aantal FTE te vermenigvuldigen met €500. Dus €500 per jaar. Er moet natuurlijk een gesprek plaatsvinden over de verdeling van het budget. Als er nog geld over is aan het eind van het jaar, dan moet de schoolleider een plan maken over hoe dat geld besteed wordt. En met deze afspraken is de bepaling van 10% deskundigheidsbevordering in de jaartaak vervallen. Naast de individuele professionalisering zijn er ook afspraken gemaakt over opgedragen professionaliseringsactiviteiten. Een werkgever kan zijn personeel scholingsactiviteiten opdragen. En dat kan teamscholing zijn of individuele scholing. En deze scholing vindt plaats in de jaartaak van de werknemer. Dus die moet opgenomen worden in het jaarrooster. En er moet een budget voor zijn en dat moet dus opgenomen worden in de begroting. De individuele opgedragen scholing, kan voortkomen uit de gesprekscyclus. Werkgever kan tegen zijn werknemer zeggen, het lijkt me goed dat jij je op bepaalde punten verder ontwikkelt. En als hij dat doet, zo opdraagt, dan valt het binnen de opgedragen scholing. Als de werknemer ermee instemt, dan kan die scholing ook vallen in de individueel bepaalde professionele ontwikkeling.